Cavani. Now Fernandinho. Opportunity for Valencia in the winger's role. Go at one all. Kroos, Sane, Dybala, Gareth Bale, Sergio Aguero. Now Fernandinho. He's gone out for a throw. Okay. Rafael Varane. Dybala. He's played a 1-2 off the ref, not intentionally. That was a foul. The referee's allowed the game to go on. He's entitled to do that. Bale. Sergio Aguero. Shots on here. Valencia. Now Fernandinho. Couldn't keep it. Kroos. Dybala. Left the defenders trailing now. Here's a chance. They've set it up well for the cross. You can see the deflection there. Corner. The manager's going to bring on a fresh player now. Swung in by Kroos. Cleared away, well away from goal. Rafael Varane. It's Aguero. Condogbia! That's great work by the goalkeeper. We've reached the hour mark. Half an hour to go. Saw the pass coming and got there first. Gareth Bale. Bale. Aguero. Bale, chance to put it in the box from here. This with a chance to go into the lead now. And he's caught that right, but just off target. Wow, not too much wrong with the technique there. Now Kompany. Valencia. Now Fernandinho. Get down to the B-side. Ja, ik voelde me fucking hard genaaid. Maar toen gebeurde dit dus ook nog. Well, this is a chance for Bale to show his speed going down the flanks. Oké. Wat is er? Wat is er nou weer? Ja, wacht even, ik wil even weten wat er is. Wat is er mis? What the fuck? FIFA! Goosje, oh echt god. Die Bill die knalt tegen mij aan, dan krijgen we een vrije trap. Oh fuck, I can't believe you've done this. I've been in swinger or an out swinger. You can deliver these with both feet. Really whip that in. Ja, en je kijkt. Dit is toch geen 7 man. Dit noem ik zeker geen 7. Goal. Ik zweer, dit is zeker geen semi-prof. Vardy. Looking for an opening with some good control build-up. Kijk, maar ik moet nu ook helemaal zelf alles perfect richten. Dit is sowieso geen semi-prof. Geloof me. En dat was trouwens volgens mij echt geworden, want ik dacht dat ik hem aan zou geraken, maar ik weet niet zeker. En als je dit verliest, dan krijg ik maar 150 of zo. Dus... Kijk, dit bedoel ik. Dit doet de semi-prof gozer niet.
Dat kan niet. Dat kan de semi-prof robot echt niet. Sowieso outplayed weer. Ah, alsjeblieft, laat me gelijk komen. Ik weet niet of er verlenging in zit, maar ik wil het echt. Gozer! Hoe kan die gozer, die dikke zak, papzak nummer 4 achterin, ineens zoveel sneller zijn dan bij Vardy? Vertel mij hoe dat kan. En bij Vardy heeft ook nog zo de jagerkaartje, waar hij nog sneller is. Oftewel 99 pace zou moeten hebben, als goed is. And this is going to be a change here for the team that is leading. And it's clearly a ja, je mag afsluiten, scheids, want het lukt me toch niet meer. Ja, fluit dan nu af. Niet dat het nog even 3-1 wordt, of ik denk we scoren. Ja, fluit maar af. Heel triest dit. Ja, sorry, maar dit is sowieso geen semi-prof dit. Kan je dat nu in je spelinstellingen zien? Ah, godverdomme. Kan je dat weer niet zien? Dit, oh mijn god. Ja, het spijt me zeer, maar dit was zeker, zeker geen semi-prof. Kan je hier zien? Of ik het semi-prof deed? Nee, zeker. Dit was het team. Nou, ik weet zeker dat dit geen semi-prof was. Dit was ook... Nee, dit was sowieso wereldklasse. Kijk, dat daar verloor ik. Kreeg ik 251, daar verloor ik, kreeg ik 238. Normaal gesproken op semi-prof, dan zou je iets van... weet ik veel, 150 maximaal krijgen. Dus er... Dit is sowieso geen semi-prof geweest, dit. Hierdoor zit ik ook pas een zilver 1. Ja, ik heb nog 6 dagen. Dus ik kom wel tot de... Oh. Ik kom waarschijnlijk wel tot... Waar kan je het zien? Top 100. Nee, daar kom ik sowieso niet in. Maar ik kom sowieso wel tot hero. Tot 1-1, denk ik. Daar kom ik wel nog. Aan het eind van deze. Maar ik snap gewoon niet... Ja, nee, ik ben gewoon in de war, sorry hoor. Hoeveel heeft de onderste eigenlijk? 5 wedstrijden gespeeld, terwijl ik er al 8 gespeeld heb. Denk, nee, eigenlijk niet. Dat was de vorige. Ook was er al. En die heeft na 5 wedstrijden al. Nou, ik ga nooit in die dingen komen. Pas aan het einde van alles heb ik misschien zoveel punten als die nu heeft. Maar ja, bedankt voor het kijken. Ik ben echt zwaar... Maar kan ik dat nog ergens zien of zo? Oh, nee. Maar jongens, ik heb alvast een nieuwe team. Ja, ik heb hier Sanchez in de wissel. Ik vind hem niet zo lekker spelen als dat ik hem eerst wil doen. Maar ik moet dit eigenlijk nog een CM maken. Maar op de een of andere manier kan ik een LM geen CM maken. Dus dat is redelijk jammer. Maar ik heb hier Jorginho heb ik aangepast. Ik heb hier Vardy, Lacazette. Ja, het zijn jager. Oh, dit is geen jager. Even kijken, dan ga ik er even een jagerkaartje op gooien.
Oh. Wat heeft hij nu omhoog? Schieten en pasen. Ja, dat heb ik niet nodig. Ik heb snelheid te schieten nodig. Dus ik doe die even. Dus ik verwacht nu dat hij echt super goed is. Ja. Kijk, dit bedoel ik. Positie aanval is nu 90. Afmaak is 90. Schotkracht is 95. Als het rood blijft hetzelfde, maar dat is jammer. Volleys is nu 97. Schapschop is nu zo. Strafschop is nu 93. Versnelling is nu 99. En sprintsnelheid is nu ook 99. Besef. Spelergegevens, ja, als je het wil weten, dit is het. En als je dit wil weten, dan hier is het. Zo, oké. Nou, als jullie nog wat suggesties hebben voor wie ik in mijn team zou moeten doen, laat vooral horen, want ik ben zeker geïnteresseerd in wie jullie in mijn team willen. En het moet wel Premier League zijn. Premier League spelen zij graag. Als je dat als het kan. Maar hier is nog mijn selectie. Ik laat zo meteen mijn bank zien. Ja, je kan het waarschijnlijk al zien, iedereen. En mijn bank. Dus als jullie iemand weten die weg moet en wie er voor erin moet komen, laat het vooral weten. En ik check jullie in de volgende video. Later. Take off.